Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Siepstoffenlesje. Vandaag wil ik het met jullie hebben over een stofje wat je waarschijnlijk niet elke dag onder de naaimachine hebt, maar wat wel een heel mooi stofje is voor specifieke projecten. Uiteraard voor het maken van gordijnen, voornamelijk op de slaapkamer, hè, met dit weer, het zonnetje erop. Je hebt het toch s'avonds liever wat donkerder en op de slaapkamer van de kids ook. Het houdt namelijk heel fijn de warmte en het licht buiten. Het is wel de vuistregel, zeg maar, hoe donkerder de verduisteringsstof, de kleur, hoe meer licht het buiten houdt. En hoe lichter de kleur, hoe meer zon het weer kaatst. Dus dat is net waar je voor kiest. Er zijn natuurlijk verschillende soorten verduisteringsstof. Wij hebben de gewone verduisteringsstof, de suedine, verkopen wij ook heel veel als verduistering. En we hebben het in 16 verschillende prachtige kleuren hebben we. Nu zul je misschien denken, verduisteringsstof, super moeilijk om te naaien. Nou, dat valt echt reuze mee. Het is, veel mensen denken dat het een hele zware stof is. En het is een stugge stof. Maar zoals je kan zien hier, is het een hele, ja, hele soepel vallende stof eigenlijk. Wat je met een gewone universele naald kunt naaien. Je kan hem gewoon onder de naaimachine doorhalen. En het is normaal gesproken, gordijnen is het ook recht toe recht aan. Dus het is eigenlijk een heel mooi project voor beginnende naaisters. De nadelen van de stof is er eigenlijk niet. Het is wel moeilijk om nou te berekenen hoeveel je nodig hebt. Nou, daar hebben we een kleine uitleg voor. Het is namelijk zo, je hebt de breedte van het raam. Wil je een enkele plooi, neem je die breedte van het raam twee keer. Wil je een vlinderplooi of een dubbele plooi, zoals ze dat ook wel noemen, neem je de breedte drie keer. Dus stel, je raam is 3 meter breed, heb je eigenlijk, als je bij een enkele plooi rekent, 6 meter breed nodig. Nou, de stof is 1,5 meter breed. Dus dat ga je, de stof die ga je in banen verwerken. Stel je raam is 2,5 meter hoog. Nou, ik reken meestal 10 centimeter boven, 10 centimeter beneden voor de zoom. Dus dan zou je banen van 2,70 meter nodig hebben. Nou, 1,50 breed, die ga je als het ware in panelen naast elkaar hangen. Zodat je op die 6 meter uitkomt. Nou, 1,5 meter breedte stof heb je dus 4 keer 2,70 meter nodig. Dus bij een raam van 3 meter... heb je 10,80 meter nodig. Wil je nou meer informatie over het berekenen van de hoeveelheid stof? Dan verwijs ik jullie naar een andere video waar we wat dieper op ingaan op deze materie. Het was nu een korte uitleg. Daarin gaan we ook op het band wat je kunt gebruiken en nog veel meer. Hebben jullie vragen of reacties? Laat het vooral weten. Zijn we gek op de reacties? Dat was het voor deze week. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. En tot de volgende keer weer. Doei doei!